Mensen, je kijk naar Spooky 61. En welkom bij een nieuwe aflevering van Live Z Behind the Scenes. We gaan eens even kijken hoe Live Z is gemaakt. Uh, de episode 6 van Live Z, hoe episode 6 is gemaakt. En um, dat was de laatste episode van dit seizoen. Wie weet, als jullie het supporten, kan ik nog een seizoen mogelijk maken binnenkort. Uh, moet ik even goed de vrije tijd vinden. Eh, uh, zal dan nog best wel lang duren, natuurlijk. Maar ik hoop het eigenlijk wel. Een seizoen 2. En dan zullen we andere manieren van opnemen hebben. Meer mensen erbij betrekken. Enzovoort, enzovoort. En uh, ik ga er even doorheen. Wat uh, was episode 6? Episode 6 was ten eerste uh, dat ze snel gingen zoeken naar een medicijn voor Maxwell. Uiteindelijk zie je hier constant deze boerderij. Nou, niet echt een boerderij, maar een beetje zo'n boerderijshuisje aan de buitenkant. En dan lopen ze daar uiteindelijk. En dan vinden ze daar een vrouw. En die vrouw heeft een baby zombie. Dat was dus een kind. En zij denkt dat dat kind nog beter kan worden. Maar dat kan niet. Dit zijn best simpele dingen. Nou ja, het is eigenlijk helemaal nog niet simpel. Dit shot... Heeft me echt zo lang gekost. Want dit shot, wat wou ik met dit shot? Ik wou dat je ze daar ziet lopen. En dat je daarna ze nog naar de boerderij ziet lopen. Dus een heel langzaam cinematic shot. En ik wou dat wanneer je de boerderij zag, dat je ze daar rechtsonder ziet lopen. En dat zie je ze. Alle drie. Fucking episch. Maar dat duurde echt heel lang. Ten eerste. Na een bepaalde distance gaan de poppetjes weg, die verdwijnen. Dus die zie je niet meer. Dat was heel erg kut. Ik weet niet of deze in meerdere takes is. Nee, deze is volgens mij in één keer goed. Maar als we goed gaan kijken en we gaan naar episode 6 daarvoor. Dus wij gaan naar Live Z en we gaan naar episode 6 en we doen episode 611. Dan zie je dit, een heel lang filmpje. Laten we eens kijken wat er allemaal gezegd werd. Ja, nee. Wow. ik had mijn uh, blok, 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 like it's a uh, blok, blok. Ik had mijn eigen stem eraan. <laughs> Zoals je ziet ben ik oh, nu heel bezig heel met instellen van uh, de cam. En dan uiteindelijk wil ik, dus ik naar boven? Ja, sorry. Ik kijk naar Sander. Dan wil ik inzoomen. En dan moet hij in een keer goed. Go 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 go, 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 go. go, go. Welke naar rechts of naar links? <laughs> ja, daar ging Bas naar links. Wat is er? <laughs> Echt? Auw, oh, ik ga dood. Oh. wat? Zag je ze weggaan? Ik had mijn stem trouwens niet. Uh, en um... zo, so, nou ja, je ziet dit begon bij 13 minuten en dit eindigt bij 22 minuten. Hoe lang ik al bezig was. En dit was gewoon fout. Ik weet niet of episode 10... Oké, okay. bam. Episode 16, dat, dat was dus gewoon. Ik ben daar gewoon weer 12 minuten mee bezig geweest. Met dit. Met dit kleine dingetje. 12 minuten om alleen het shot goed te krijgen. Ja, oké. Okay. In ieder geval, uh, dan hebben we hier uh, natuurlijk uh, dat verhaal van die vrouw en zo. En dan vind ik dit echt zo geniaal. Ik vind het echt het meest geniale dat je Lisa dan ineens ziet en dat ze dan helemaal zo. Aaah! Jennifer, dat vond ik echt genie moment. Dan komt er een best zielig moment. Uh, een baby zombie killen. En uh, nou, je ziet hier hoe klein die is. Express ook dit shot. Hier is totaal geen zombie. Hoe heb ik dit shot gemaakt? Dit shot heb ik gemaakt door een kuil te graven. In die kooi. Misschien dat je hem kan zien. Maar ik heb een kuil gegraafd. Je ziet dat. Uh, kijk, hier. Ik moest daarin gaan staan. Ho. En dan een beetje vliegen En dan uiteindelijk Op control drukken Omdat dat is soms een leukere lens Zeg maar een leukere filmlens Met Optifine kan je op control drukken Dan zoomt hij in En dan krijg je uiteindelijk Krijg je Nou de flyspeed wat uh, bijwerken Zodat je meer centraal En bam dan krijg je dat shot Dat duurt best lang Ja dat duurt best lang hoe hebben wij uh, daarna. Uh, hier lijkt het dus echt alsof je het standpunt van die kind. En hier lijkt het alsof je het standpunt van mij. Hoe hebben we deze gemaakt? Met de armen. Heel simpel, zoals je misschien hier al ziet. Een, een clip erbovenop. Dit zijn twee videoclipjes. En één videoclip is dit. Waar ik gewoon in mijn eentje sta. En de andere videoclip is opgenomen. Met een normale zombie. Geen eens een kinderzombie. We hebben een groene wol geplaatst. Die uh, knip je uit, zoals je ziet. En dan krijg je gewoon een zwart beeld erachter. Nou. En dan zet je ze boven op elkaar. Oh, dat is max wel. Zet je ze boven op elkaar. Dan krijg je dit. Laat <laughs> maar. Hele simpele dingetjes. Maar wel cool. Dan krijgen we het schot. Die, die, die trekt zombies aan. Een ode aan The Walking Dead. Dat is echt een ode aan The Walking Dead. Dan komt er uh, even heel snel een grote chaos. Dit zijn gewoon heel veel clips achter elkaar. Constant moesten ze hetzelfde pad op rennen. Super grappig was dat. Constant hetzelfde pad op rennen. Uh, ik probeer een beetje actiemuziek te doen. Dit was echt het grappigste. Het is misschien een beetje leem en raar. Nou, niet leem, maar het is misschien een beetje raar hoe dit is gedaan. Maar, er is dus één ding. Bas die bestuurde Jennifer in deze afleveringen. In deze aflevering. En wij hadden daar een gat gemaakt met water. Hoe vaak deze is overgedaan? Dat is echt absurd. Wauw. Dit is ook nog gewoon een clip. Deze clip 12 minuten en toen 17 minuten. Nou, laten we eens even kijken. Wat happened? Ik even heb mezelf even. de hele tijd niet zonder dat ik het zou <laughs> <laughs> Ta -ta -ta. Hallo Felix 2. <laughs> je zou je bijna niet voor kunnen stellen dat dit uiteindelijk een scène mm -hmm. was. Als je dat zo ziet. Nou, hier begint ze te lopen. En... Ik zie oh. geen Timo. <laughs> Bas, die zag geen Timo, en Timo was de zombie daar. Oh nee, hey, tien. Nou, ik, ik kan niet meer splinteren. Ging het daar ja. alweer fout? Mm. Ja, en dan ben je wel weer een tijdje bezig om het mm. perfect te krijgen: filmisch perfect. Dat is fout. <laughs> Ik kan het gat niet vinden. Dat ziet er zo obvious uit. Het ziet er zo obvious uit. Ja, ja, moeilijk. Heel moeilijk. Dus uh, ja, hier zitten weinig special effects in. We gaan wel overal even doorheen. Uh, dit shot was uh, feitelijk ook heel moeilijk om te maken. Ik, kan het zakken. Ik knal jullie allemaal af. Want je moet wel een soort thread zien van die zombies. En dat was heel moeilijk om die zombies te spannen. Want ze bleven constant in die finds hangen. En weet ik. Of, of finds, weet ik veel hoe het heet. Ze bleven overal hangen. En ze kwamen niet naar uh, Felix toe. Zijn we ook heel lang mee bezig geweest. En dan uiteindelijk. Um, ah! komt de zombie eraan. En dan zie je dat hij wordt beschoten. Hij krijgt hier een dikke backfire. Hij is ook echt beschoten hierop. Met een uh, gunmod. Uh, Iemand zat hier achter en die schoot hem zo neer. En hij, gaan, hij gaat zo richting die deur. En toen heb ik heel leem. Ik ben echt fucking leem met Cinema 4D. Heb ik die animatie gemaakt dat hij naar beneden valt. Boom. En hij kijkt er zo zielig bij. Uh, en dat is het einde van Live Z: Seizoen 1. Duurde lang om te maken, daarom hebben we de zomervakantie er ook voor uitgekozen. Uh, ik heb alweer wat mailtjes gehad en zo van mensen die graag willen meedoen en zo. Wie weet kunnen we een seizoen 2 fixen. Hangt allemaal ook een beetje van jullie af. Support de serie. Uh, stuur de afspeellijst, kan je op mijn kanaal vinden, naar andere mensen. En uh, enjoy. Ik vond het super leuk om te maken, jongens. Dit was echt totaal weer even wat anders. En het was groot. Het was groot. Ik ben echt. Eén week heb ik amper filmpjes geüpload. Minder in ieder geval amper gelivestreamd. En ik was alleen maar bezig met editen. Dit was cool. Bedankt voor het kijken. Ik heb ervan genoten, in ieder geval. Tot de volgende keer. Doei.